Martijn Uitenboogaard, ja, Dia, voormalig boegbeeld van de pedovereniging Martijn, is vanavond hier om over zijn nieuwe website te praten die pedofilie propageert. Wat voor site is het? Het is gewoon een informatieve site, meer niet. En kan je een voorbeeld geven van een quote die op je website staat? Een voorbeeld van een quote. Hier staat bijvoorbeeld een stukje: in dezelfde tijd ontmoette ik in de wc een jongetje dat 7 jaar was en die zei uit eigen beweging of hij aan mijn penis mocht zien en hij vroeg of hij mij mocht aftrekken en afzuigen. Nou, dat eindigt erin van: ik had nog nooit zo'n heerlijk seksueel genot als toen deze jongen mij aftrok en afzoog. Wat vind je dan van die quotes, dat jij die deelt met andere mensen? Het zijn vrij pedoseksistische quotes. Ja, ik... Ik ben even bezig. Ik ben één vraag. Ja. Ik heb één vraag nog. Kunt u de laatste vraag nog even mee? Reden met debat. Dank je. En niet zo dicht op. Heeft u zelf wel eens een pedoseksuele ervaring gehad? Ik word dit jaar 54. En dat is mijn lustrum, dan heb ik 50 jaar ervaring met pedofilie. Wat waren die ervaringen met kinderen of met jongeren vooral? Het verste wat ik ooit gegaan ben, dat is dat ik een knul gepijp heb. En die was dan 1 jaar of 12. Je kan kinderen ook onderschatten, want kinderen weten op heel veel gebieden wel wat. Maar op seksueel gebied weten ze zogenaamd niets. En we houden ze ook expres dom. Er is ook nog geen jongetje uit elkaar gevallen, puur omdat hij gepijpt wordt. Kinderen zijn toch kinderen? Ja, kinderen zijn kinderen. En iedereen moet gelukkig zijn van jong tot oud. Als u dus tegen mij zegt van, hè, ik heb een jongetje van 12 gepijpt, dan ga ik bijna over mijn baard hier. Moet jij dan niet eerst eens bij je eigen opvoeding aan je eigen seksuele frustraties gaan kijken? Ik zit niet met mijn handen aan kinderen. Nee, maar je hebt er wel problemen mee als een kind van 12, 13 jaar een keer ervan geniet als die dingen, als die oraal verwend wordt. Maar vind je dat het normaal dus moet kunnen zijn dat een kind seks heeft met een meerderjarige? Nou, wat mij betreft zou er een debat moeten plaatsvinden vandaag de dag om die leeftijdsgrens naar 1 jaar of 12 misschien te verlagen.